Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Den Haag, Punt en van de Weert Belastingadviseurs, Kyocera Document Solutions, De Vriendenloterij en adopowervrouwen.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe ADO Den Haag Vrouwenmagazine. Wat komt er in deze aflevering allemaal langs? Toch nog even kort terug naar dat geweldige evenement in het Kyocera Stadion. De Vrouwen Interland tegen Italië. Wij spraken met twee mensen die met groot genoegen terugdenken aan die wedstrijd. Aanvoerder Mandy van den Berg en eventmanager bij de ADO Vrouwen Richard de Lange. De ADO Vrouwen zijn met Stichting Friends for Life ook maatschappelijk betrokken. Een gesprek met het echtpaar Lammert en Kitty Braaksma. Zij stonden aan de wieg van deze stichting. Vorige week had ADO Den Haag al haar vrijwilligers te gast in het Kyocera Stadion. Men kon genieten van een uitgebreid buffet en uiteraard werden er lekkere drankjes geserveerd. Dat gebeurde allemaal door bestuur en medewerkers van ADO Den Haag. Maar ook enkele spelers van de ADO-selectie, trainer Henk Frezer en een aantal van de speelsters van ADO Den Haag vrouwen liepen in de bediening. Een korte reportage. En afgelopen vrijdag speelden de ADO-vrouwen de thuiswedstrijd tegen AA Gent uit België. Een samenvatting van dat duel en zoals gebruikelijk de gesprekjes na afloop. Toch nog even terug naar die gedenkwaardige zaterdagavond in november. Een record aantal toeschouwers bij de Interland Nederland-Italië. En voor één speelster was het wel een heel bijzondere wedstrijd. Aanvoerder Mandy van den Berg, ex-speler van ADO Den Haag vrouwen. Voor haar was het geweldig om terug te zijn in het stadion met zoveel toeschouwers. Dat was fantastisch. Dat was absoluut prachtig om hier weer op het veld te mogen staan. De hele week natuurlijk een aanloop al met de trainingen. Ja, en als je dan vandaag in een nagenoeg uitverkochte stadion zit, ja, met zoveel sfeer, dat is fantastisch om mee te maken. Het ADO-stadion, dit is ook het record, het aantal toeschouwers voor een oranje team. Dat het juist bij ADO gebeurt, vind jij natuurlijk heel erg leuk. Ja, absoluut. Ja, voor mij is het natuurlijk dubbel thuiskomen. Het is natuurlijk de Interland hier thuis voor ons in Nederland. Ja, en dat het dan hier bij deze mooie club en mijn oude club ADO Den Haag is, ja, dat maakt het voor mij extra speciaal. Extra speciaal dus voor Mandy van den Berg. Nog iemand, maar dan van ADO Vrouwen, kijkt ook met groot genoegen terug op die Interland. Richard de Lange, eventmanager bij Stichting ADO Den Haag Vrouwenvoetbal. Ik kijk er heel goed op terug. De belangrijkste missie in eerste instantie was om het stadion goed vol te krijgen. Nou, de eerste mijlpaal daarin was om het toeschouwersrecord te verbreken. Dat was begin deze week al gelukt. We hadden voor onszelf nog een soort streefgetal van 11.000 en zijn uiteindelijk op 13.109 uitgekomen. Dus daar zijn we uitermate tevreden over. Jullie hebben als ADO vrouwen inderdaad ook wel een visitekaartje afgegeven, ook richting KNVB, wat organisatie betreft denk ik. Dat denk ik ook. Ik hoor hele goede geluiden van iedereen. Iedereen is heel tevreden over de gastvrijheid vandaag, over de manier waarop we het aangepakt hebben. Wederom hoe vol we het stadion hebben gekregen met alle acties die we samen hebben gedaan. Dus ja, hopelijk levert dat in de toekomst ook nog weer eens op dat ze nog eens terugkomen hier in het Kyocera Stadion. De sfeer was ook uitstekend. Het deed een heel klein beetje weer denken aan van de zomer, het WK hockey. Ja, de WK hockey, dat kwam bij mij ook boven. Je zag eigenlijk een beetje ook dezelfde sfeer als een paar weken geleden op Spangen toen ze de halffinale tegen Schotland speelden. Ja, er hangt een hele blije sfeer en ja, dat slaat ook wel over, vind ik. Dus het is echt een mooi moment. Ik stond bij de opkomst van de speelsters in de spelerstunnel en bij de volksliederen ook. Ja, dat is toch wel mooi om te zien en mee te maken. Op de vrijwilligersavond van ADO Den Haag waren zo'n 250 mannen en vrouwen aanwezig. De speelsters van ADO Den Haag vrouwen staken de handen uit de mouwen in de bediening. Wij gingen er een kijkje nemen en stoorden een paar speelsters voor een gesprekje.
aan de bar staan, maar je moet toch aan het werk zijn? Ja, maar ik ga nu weg, hè. Ik ga nu de drankjes brengen. Maar ik heb begrepen dat jij hebt ervaring in de horeca. Ja, klopt. Ik werk ook in de horeca. Dus dan is het wel leuk. Het is heel wat anders dan met een bal in de gang gaan nu. Ja, zeker. Vind je het leuk? Ja. Ja, normaal zijn het onze vrijwilligers, dus ik wil nu al wat terug doen. Heel leuk. Zoveel mensen, hè? Ja, is toch gezellig. Zijn er veel bekenden bij uit het vrouwenvoetbal ook? Nou, best veel supporters, dus dat is natuurlijk wel leuk om te zien. Ik ga gaan doen, want het is dadelijk valt of het is dadelijk koud. Ja, warm. De gemeente, de raad van commissarissen, 12 directeuren, 28 trainers. Denk ik dat het een fantastisch resultaat is. En dan denkt u, hé, hey, vergeet je niet iemand? Ja, ik vergeet natuurlijk de supporters en ik vergeet het personeel en vooral de vrijwilligers. U die hier aanwezig bent. Dat doet u omdat u een geel-groen hart heeft. En u toont dat elke keer weer, of het dat op zaterdag is of door de week. Ook als we wel eens verliezen, daar komt binnenkort ook verandering in, kan ik u beloven. Want in China tellen ze alles andersom. Dus als we met 1-0 verliezen, winnen we toch met 1-0 in China. Dus dat komt wel goed. Zonder al deze mensen was ADO niet geweest waar het nu staat. En zonder al deze mensen en al uw voorgangers bestond ADO niet volgend jaar 110 jaar. En ik denk dat het goed is om ze even stil bij te staan. En ik denk dat het heel goed is om u daarvoor te applaudisseren en al uw vrijwilligers voor u. Heel eventjes. Mag ik het eerst wegbrengen? Mag ik het eerst even wegbrengen? Wachten we op jou. Is goed. Nou, oké, die borden zijn weg. Het was een beetje een zware last, hè? Ja, precies. Ik moest even van mijn arm af, hè? Ja, want nu krijg je wel druk. In het begin liep je allemaal met van die lege bladen. Maar de mensen hebben nu een beetje gegeten en dan de staanpoten. Ja, de glazen moeten weggebracht worden en de borden moeten ook weer de keuken in. Is het leuk, hè? Is weer eens heel wat anders. Ja, ik vind het leuk. Ja, het is ook mijn werk, dus dat scheelt al. Kijk eens aan, ook jij zit al in de horeca. Ja. Dus ja, voor mij is het niet zo anders dan wat ik op een dag doe. Ik hoor dat ook al van Jill. Zijn jullie er een beetje op uitgekozen dan? Nee, eigenlijk niet. Want ja, er werd gewoon gevraagd en ja, meiden die wilden mochten meekomen. Voor jou zeg jij, dat doe ik wel, want ik ben het ook gewend om het te doen. Ja, ik vind het leuk om te doen. Zie je nog veel bekenden nou hier die ook regelmatig bij het vrouwenvoetbal komen? Ja. We zien wel van het sfeerteam van ons zijn er. En ja, ook wel veel vrijwilligers die bij ons dan veel dingen doen, zien we hier terug. Het is leuk om een keer wat terug te doen. Ja, zeker. And here we have also a player of the ADO women team, but you're speaking English. Where do you come from? I come from Washington, D.C. in America. How long are you playing with ADO? So far just this season. I've been here since August. Do you like the club? Yeah, I like it a lot. The girls are really nice and we've been doing pretty well so far, so it's a lot of fun. But tonight, not playing football, something different. Yeah, it is something different. It's interesting. We don't do this in the States. Do you have any experience to do this? Yep, I've been a waitress before in the past, you know, playing soccer at night and then waitressing afterwards to make some money. Did you know that ADO had so many volunteers? I didn't. I actually haven't seen very many of them before. It's not difficult because you only speak English and everybody's talking Dutch to you. That's true, but they say, you know, wine or cola and it's the same as English. You do everything with a smile. Yeah, hopefully. De ADO Den Haag Vrouwen zijn gelieerd aan de stichting French for Life. Deze organisatie zet zich onder andere in Kenia. Tom Beijen sprak met echtpaar Lammert en Kitty Braaksma, verantwoordelijk voor de oprichting van die stichting. Voor mij zitten Lammert en Kitty Braaksma.
oprichters van de stichting Friends for Life. Dat was in 2001. Als ik dan jou vraag, Lambert, hoe zijn jullie tot die oprichting gekomen? Nou, in 1999 ben ik meegegaan met Jan Verkaart van het VDT. Want die had mij gevraagd om een lagere school te sponsoren. En dat ben ik gaan doen. Maar ik was zo enthousiast over het werk wat hij daar deed, dat ik meteen ben gebleven in Kenia. Want die man heeft mooi werk verricht. En na verloop van een aantal jaren is hij verder gegaan. En ben ik in 2002 met de stichting Friends for Life begonnen. Kijk, als ik dan jou verder vraag, de stichting, jullie waren daar bezig inderdaad, wat Verkaart al deed, bouwen van lagere, van basisscholen en het voortgezet onderwijs. Maar jullie willen eigenlijk meer. Ik bedoel, niet een kwestie van alleen maar dat lesgeven, want ja, dan komen ze van school en dan. Precies, en dan. En er waren natuurlijk heel veel leerlingen, vooral meisjes bij, met hele goede cijfers en die heel goed presteerden en ook zeer gemotiveerd waren. En voor hen was het dan wel belangrijk dat er een vervolgtraject zou komen. En dat is iets waar jij je hart voor bent gaan maken. Want dat was nodig. Dat was er niet. En dat. En als ik denk aan zo'n vervolgtraject, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Nou ja, er waren in het gebied waar wij aan het werk zijn, dat is een district dat heet Kwale. Daar waren, ik denk wel, een 150 tot 200 lagere scholen. En dan moet je je een soort trechter voorstellen. En als al die kinderen naar school gaan, dan valt er heel veel af. Maar op een gegeven moment blijft er een beetje over. En dat kan dan net naar die 7, 8 of 10 middelbare scholen die daar op dat moment waren. En dan loopt die trechter, die begint al te ontploffen. Maar als je dan verder gaat, dan kom je met een minuscuul handjevol kinderen die het kunnen die zich het kunnen permitteren om naar de universiteit of naar een voortgezette hbo of vakopleiding te gaan. En daar wilde ik het verschil maken. Ja. Zijn wij dus naar de individuele leerlingen gaan kijken, waarbij we het accent hebben gelegd op de meisjes. Wat ik aardig vind, Kitty, ook in het hele project, bijvoorbeeld, wat jullie doen, student sponsort student. Klinkt heel logisch, maar toch, leg dat eens uit. Nou, het is de bedoeling dat als een student een beurs krijgt en als ze vervolgens met succes afstuderen en een baan vinden, want daarin worden ze ook begeleid door Friends for Life, als die baan eenmaal gevonden is en er dus ook een salaris is, dat ze een volgende student daar ook weer in sponsoren. Met andere woorden, dat er een soort vervolg, een soort perpetuum ontstaat. Zodat deze hele situatie op die manier ook verder kan gaan. Ja, wat wel aardig is, dat hebben we ook in die films gezien. Ik bedoel, daar krijgen we ook een beetje de link naar de ADO-vrouwen. Dat we de meisje of vrouw in Kenia op het strand zien voetballen in tenue van ADO. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Maar het is heel leuk dat de meisjes van ADO juist dit project hebben omarmd, om het maar zo te zeggen. Omdat de meisjes van ADO zijn hele hardwerkende ambitieuze meisjes die daardoor ook zo ver gekomen zijn zoals ze nu gekomen zijn. Maar dat geldt dus ook voor de meisjes in Kenia. Het zijn hele ambitieuze jonge vrouwen die echt iets willen bereiken, maar niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun gemeenschap om hen heen. En die parallel is natuurlijk heel mooi tussen deze vrouwen en de vrouwen in Kenia. Ja, die tot stand komen van ADO-vrouwen en Stichting Friends for Life, die mag je uitleggen. Ik denk dat het een inkoppertje is. Allereerst is het contact natuurlijk tot stand gekomen door het bestuurslid van Friends for Life, die ook in de box van Momento Dado de dames volgt en stimuleert. Dat is Kees Punt, die is bij ons de penningmeester. En die heeft op een gegeven moment die vertaalslag gemaakt door de dames van ADO uit te nodigen om daaraan mee te doen. En die hebben dat kennelijk, onder andere dankzij Michelle van der Tocht, een extra dimensie gegeven. En daardoor is dit verder tot stand gekomen. En onze operational field manager in Kenia, dat is een Nederlandse vrouw, Eefje van Vlimmeren, die heeft een aantal van die shirtjes toen een keer meegenomen
naar de dames van een sportteam. En die hebben daar op het strand natuurlijk een heerlijke middag gehad. Ja. Dus vandaar dat dat zo is gekomen. Maar dankzij Kees is die relatie ontstaan. Naast de belangrijke wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Italië, waarin een ticket naar het WK in Canada is afgedwongen, weer alle aandacht voor de competitie. In de Benelux speelde ADO Vrouwen afgelopen vrijdag tegen het Belgische AA Gent. Kijkt u naar de wedstrijd en naar de gesprekjes na afloop. ADO Haag moet aantreden in de laatste thuiswedstrijd van het jaar 2014. Tegenstander het Belgische AA Gent. En voor ADO Den Haag vrouwen is het zaak om te winnen, om bij te blijven in de kopgroep van de Benelux. Speelsters komen het veld op en gaan zich dadelijk voorstellen aan het publiek. En zoals altijd bij ADO Den Haag als laatste Kitty Suzanne. En de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Schul. En Gent gaat al gelijk bouwen aan een aanval, maar de bal wordt onderschept door Nadia van Beerschoten. Zet gelijk Tessa Audians aan het werk en die paast de bal op Linette Berestein. Op snelheid op rechts speelt de bal voor, maar Renate Jansen komt niet bij de bal. En Kitty Suzanne kan de bal ook niet echt lekker raken. Adelaar weer in de aanval. Renate Jansen speelt de bal diep. Prachtige paas op Linette Berestein. Die dreigt binnendoor te gaan, maar ze gaat buitenom. De bal wordt geblokt en wat resteert is een hoekschop. Komt die hoekschop. Ja, Judith Vrijling probeert in te schieten, maar een kluur van de speels lukt verder niet. Bal wordt weggewerkt, maar onderschept. Paula van der Veen dreigt. En een goed schot van afstand, maar evenzeer een uitstekende redding van de keepster van Gent, Nikki Everard. Renate Jans weer op de linkerkant. Gaat naar binnen toe. Komt de voorzet met het rechterbeen. Kitty Suzanne in het centrum. Uitstekende kopbal. Maar evenzeer een prima parade van de Gent-keepster Nikki Everard. Vrije schop dan voor Gent halverwege de ADO-helft. Vrije schop van Eline van Wijndalen en een kopbal van Isabel Iliano. Maar geen gevaar, want keepster Jennifer Vreugde kan de bal rustig pakken. Gent wederom in de aanval. Dat komt helemaal vrij door Amber Maximus. Maar ze loopt iets te ver door, waardoor de verdediger van ADO Den Haag, Paula van der Veen, nog redding kan brengen. Aan de andere kant, 35e minuut. Tessa Audians probeert het van afstand met een lop over de keepstrein. Bal op de lat, bal springt terug in de rebound. Renate Jansen kan de bal niet onder controle krijgen, maar gebruikt ook de hand. En scheidsrechter Schol heeft het gezien. Vrije schop voor AA Gent. Een minuut later, ADO Den Haag weer in de aanval over de rechterflank. Renate Jansen heeft het al gezien. Komt die hoge voorzet? Misverstand tussen keepster Evraar en verdedigster Paulien Windels. Ja, en Linette Berestein kan niet anders doen dan die bal naast schieten. Jammer, wegkans voor ADO Den Haag. Het was het laatste wapenfeit in de eerste helft. Tweede helft, Tula de Wit heeft op rechts gezien dat Linette Berestein vrij staat. En die komt die voorzet van Linette Berestein. Pauline Windels en Eline van Wijndalen vergeten in te grijpen. Maar dat doet niet Kitty Suzanne. Zij glijdt de 1-0 binnen. 3 minuten gespeeld. ADO Den Haag vrouw op een 1-0 voorsprong. Dan aan de andere kant, aanval van AA Gent. Isabel Iliano kan heel erg ver doorgaan, maar keepster Jennifer Vreugdeheel komt op tijd uit het doel en weet de bal te blokken. Hoekschop voor AA Gent, gevaar geweken. Dan de 66e minuut, voorzet van Daphne in het veld. Renate Jans in het centrum neemt het rechts aan en dan met links hoog in de touw. Een schitterend doelpunt, een beauty mag je zeggen. ADO Den Haag op 2-0. En in de herhaling kunnen we het prachtig zien. Aangenomen de bal met rechts en dan met links vol uithalen. Hoog in het dak van het doel. Renate Jansen. En de supporters van de ADO-vrouwen natuurlijk heel blij met die 2-0 voorsprong. En ADO Den Haag wilde meer. Tessa Audians gaat goed door in de 16. Wurmt zich er langs. Keepster blokt met het been. Tessa Audians gaat dan door en tikt de bal in het lege doel. Maar scheidsrechter Schul staat er bovenop en had al gefloten. Die treffer gaat dus niet door. Het blijft 2-0. En ADO Den Haag blijft in de aanval. Judith Vrijling probeert die bal voor te trekken. Wordt geblokt.
En dan is het Paula van der Veen, gaat de bal voorgeven, wordt weggekomd. En daar komt Renate Jansen, rand 16, probeert uit te halen. Maar het schot wordt geblokt, waardoor keepster Nikki Everaert de bal rustig kan oppakken. Tula de Wit heeft het al gezien, komt de bal heel ver naar Renate Jansen, brengt de bal onder controle, moet terug, ziet Judith Vrijelijk inkomen en die gaat door. Gaan de schot proberen, rand 16, ze schiet, bal wordt geblokt, maar scheidsrechter Schul heeft het gezien, de bal wordt met de hand geraakt en dat betekent dat ADO Den Haag een strafschop mag nemen. Paulien Windels van Aargent is het er helemaal niet mee eens dat de bal met de hand werd gespeeld. 1 minuut voor tijd. ADO Den Haag mag aanleggen voor een strafschop. Renate Jansen stuurt keepster Everaert de verkeerde hoek in. 3-0. Een duidelijke en afgetekende zegen voor de ADO-vrouwen tegen AA Gent. Vreugde uiteraard bij de ADO-vrouwen. Dan het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Gent mag een hoekschop nemen, maar scheidsrechter Schul kijkt op zijn horloge. Het zit erop. Hij wijst naar het midden. De ADO-vrouwen pakken een 3-0 zegen op AA Gent en blijven meedoen in de kopgroep. Na afloop spraken we met de coach Marcel Valk en met speelster Nadia van Beerschoten. Zij werd in de tweede helft gewisseld. Marcel, wedstrijd tegen Gent. Eerste helft, bovenliggende partij. Niet zo gek voor kansen. 2 mogelijkheden. Ja, dat klopt. Goede kopbal van Kitty en een schot. Volgens mij van Tessa op de lat. Waar Renate nog bij zat, waar ze helaas een rebound hands maakte, dus teruggefloten werd. Maar ja, boven de liggende partij, maar ik vond wel dat ons tempo te laag lag, waardoor we de ruimte die we kregen aan de zijkanten niet goed konden benutten. Krijg je dan de tweede helft, dat begint toch gelijk met een dot van de kans eigenlijk voor Renate? Ja, precies. Nou, we hadden uitgelegd in de rust eigenlijk al de hele week, want we wisten dat ze heel erg kantelden naar één kant. Bal uithalen, opendraaien, andere kant zoeken. En dan Renate en Linette diep sturen. Nou, dat gebeurde inderdaad een minuut na rust meteen. Linette is goed weg, geeft een goede voorzet en een goede kans. Ja, dat had eigenlijk de 1-0 al moeten zijn. Ja, maar goed, pal erop voordat dan inderdaad 1-0. Geschud er achterin in de defensie. Ja, en Kitty die reageert heel attent. Ja, nou, ik moet Kitty toch feliciteren met een prima optreden vandaag. Ik vond de bal vast, ik vond haar sterk in de duels. Ze was gretig. Dus zij verdiende wel een doppeltje. Ja. Renate Jansen, ja, daarna maakt een beauty 2-0. Dan kom je wat makkelijker in de wedstrijd. Verdiend op dat moment ook. Ja, zeker wel verdiend. Al blijft Gent natuurlijk op de counter altijd een lastige ploeg. Ze zijn niet echt heel gevaarlijk bij de goal geweest. Maar ja, hij hoeft maar 1 keer verkeerd te vallen. Of je hoeft maar 1 keer uit te glijden en het is gebeurd. Want die 2 spitsen zijn best handenbindertjes. Maar goed, die 2-0 was wel de bevrijding voor de ploeg. Dat zag je wel. Werd het wat makkelijker. Ja, ging daar wat makkelijker voetballen. Maar goede voorzitter vanaf de vleugel waar eigenlijk wat meer mee gedaan had moeten worden, denk ik. Ja, dat klopt. Alleen het concept van Agent is natuurlijk wel dat ze met 3 centrale spelen. Dus dat is een volle bezetting voor de goal. Dus dan moeten die voorzetten moeten echt goed op maat zijn. Nou, in de eindfase waren die wel. Alleen ja, de afronding liet nog de wens over. Goed, je wint met 3-0. Belangrijk, want dan hou je wel een stukje aansluiting. Ja, precies. Kijk, de uitslagen zijn volgens mij gunstig voor ons vandaag. Dus je houdt de aansluiting met de bovenste ploegen en je maakt een klein gaatje naar wat eronder je zit. Dus je bent met een groepje van 5 ben je toch wel een klein beetje los nu. Kijken we naar de laatste wedstrijd voordat een winterstop gaat beginnen. Dan is zo'n 3-0 overwinning op zak voordat je naar Twente gaat altijd lekker. Nou ja, zeker een overwinning is lekker. Ik had alleen natuurlijk liever gehad dat we ook daarbij gewoon goed gespeeld hadden. Hè. Bij Vlaag was het redelijk, maar we kunnen beter. We hebben laten zien, vind ik, tegen Telstar thuis bijvoorbeeld. En in de eerste wedstrijden van het seizoen. Maar goed, Twente is een ander concept. Ligt ons beter, want ja, Agent speelt gewoon een tactisch spelletje wat best moeilijk te bespelen is voor ons. Maar met 3 punten richting Twente is het wel makkelijker om de eerste helft af te sluiten. Ja, want dat wil je wel graag afsluiten met toch minstens een punt. Nou, dat zou natuurlijk heerlijk zijn als we daar inderdaad voor een klein stuntje kunnen zorgen. Maar je weet het nooit. Twente is ook een ploeg die wil voetballen. Dat ligt ons beter. Als we goed voor de dag komen, dan zit het er zomaar in. Nadia, hoe kijk jij terug op de wedstrijd tegen Gent? Allereerst super dat we 3 punten hebben gehaald natuurlijk. We hebben ja, hier en daar wel hadden we beter kunnen voetballen denk ik. Maar achteraf vind ik toch dat wij de betere ploeg waren en dat we gewoon verdiend 3 punten hebben gehaald. Jij maakt anders wel heel wat meters op dat middenveld. Ja, ik hou wel van rennen moet ik zeggen. Dat is denk ik dat ook mijn sterke punt is. Dat ik dan de gaten dicht kan lopen. Dus
doe het graag. Tweede helft werd je op een gegeven moment gewisseld. Was dat dan balen of niet? Nou ja, ik speel wel voetballen en wil nooit gewisseld worden, maar het is de trainers keus. En ja, kan er niet zo heel veel aan doen. Nee. Dus, Dan ben je dit seizoen ook geblesseerd geraakt, waardoor je een tijdje uit de roulatie was. Ja, ik heb nu vorige week weer gespeeld en daarvoor ben ik een poosje geblesseerd geweest, voor 3 weken geleden dan. En dus wat dat betreft mag ik blij zijn dat ik elke minuut die ik maak is nu weer mooi. Dus als je zo lang uit bent, dan wil je graag gewoon weer zoveel mogelijk spelen. Dus. Wat had je? Bovenbeenblessure. Dat zijn blessures die over het algemeen wel wat langer kunnen duren natuurlijk, hè? Ja, je weet het niet. Je denkt, je hoopt dat het snel gaat, maar je kan pas verder als het echt weg is. Want tot die tijd, als je te snel begint, dan schiet het er weer in en dan kan je weer opnieuw beginnen. Je bent afkomstig van FC Utrecht. Ja. Hoe bevalt het bij Den Haag? Het was allereerst even wennen, denk ik. Want het was natuurlijk toch wel een grote overstap, denk ik. Maar wat voor opzicht? Want ik bedoel, je zou toch zeggen, ADO Den Haag, qua vereniging zeggen ze, net zo goed als Utrecht, een soortgelijke vereniging. Ja, klopt. We hebben natuurlijk al 3 maanden eruit gelegen. Dus je bent toch wel even uit dat wedstrijdritme van de Benelink. Het scheelt dat we hier al een aantal maanden mee kunnen trainen. Dat heeft die stap voor mij wel echt kleiner gemaakt. Je kent de mensen al. Maar het niveau is wel hoger hier. Dat is feit. We staan niet voor niks vierde nu. Inderdaad, en er waren ook wat meer speels die van Utrecht deze kant op kwamen. Dat maakte het waarschijnlijk ook niet moeilijker. Nee, scheelt ook weer. Er zaten al Tessa en Tula zaten hier natuurlijk al. Dus die kenden we allemaal. En Helene was al in februari gegaan. Dus dat maakt het alleen maar makkelijker. Ja. Hoe zou je dan de club ADO Den Haag, het vrouwenteam, willen omschrijven? Althans, de hele entourage? De hele entourage. Nou, ik denk dat we een team zijn met echt een hecht team wel. We willen allemaal voor elkaar opkomen. En ook in het veld. En ik denk dat we. Dat echt wel qua strijd en wil echt wel laten zien. Dat ook wel een beetje bij ADO past. Veel strijd. En bij Utrecht trainen jullie nooit in het stadion. Was altijd op een ander veld. Hier nu in het stadion. Ja, dat geeft wel wat meer entourage, denk ik. Het geeft veel meer entourage. Mijn ouders zitten altijd lekker warm boven. Daar zijn ze heel blij mee. En het geeft gewoon echt het gevoel van dat je echt een thuis hebt. Een plek waar je gewoon echt terecht kan als team. Dat vind ik wel heel prettig, moet ik zeggen. Laatste wedstrijd voordat dan dadelijk de feestdagen gaan beginnen. Twente uit, zou leuk zijn om een stuntje uit te halen daar. Hè? We hebben het er al over gehad net. Het zou fantastisch zijn als we daar een stuntje uit kunnen halen. Gewoon om met een heel goed gevoel de kerst in te gaan en om met een fantastische plek de kerst in te gaan. Ik wens je daar heel veel succes bij. Dankjewel. En met het duel van ADO Den Haag tegen AA Gent zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering en dit jaar van ADO Den Haag Vrouwenmagazine. Hartelijk dank voor het kijken, hele fijne feestdagen en heel graag tot in het nieuwe jaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door McDonald's Den Haag, Punt en van de Weert Belastingadviseurs, Kyocera Document Solutions, de Vriendenloterij en ado-powervrouwen.nl.